Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we weer een nieuwe en bijzondere procedure bespreken, namelijk de go-around, ook wel bekend als de missed approach. De go-around is een procedure die je kan initiëren om de landing af te breken. Maar waarom zou je zo'n go-around uitvoeren en hoe doe je dat precies in de fly-by-wire A32NX? Dat en meer in deze video. Welkom in de cockpit. We vliegen op dit moment in een hold boven Valco. Dat is aan de kust dichtbij de grote Maasvlakte bij Rotterdam. We gaan zo de approach inzetten voor runway 06 op Rotterdam Airport. En hierbij zullen we uiteindelijk een go-around gaan inzetten. Maar wanneer doe je nou zo'n go-around? Een go-around kan om verschillende redenen worden ingezet. Maar een van de meest voorkomende redenen zijn beperkingen door het weer. Op het moment dat je je minimums hebt bereikt, maar je bent niet visual met de baan, met andere woorden, je ziet de runway niet, dan moet je op dat moment een go-around uitvoeren. Wat die minimums precies zijn, dat bespreken we zo. Je moet na je minimums namelijk de runway altijd in zicht hebben. Een andere reden wat met het weer te maken heeft, is dat bij bijvoorbeeld plotse weersverandering, waar je niet op hebt gerekend, je in een zodanige situatie geplaatst kan worden dat het niet veilig is om de landing verder uit te voeren. Ook dan dien je een go-around uit te voeren. Ook kan ATC, en dat zal dan in die fase van de vlucht doorgaans tower control zijn, je de opdracht geven om een go-around uit te voeren. Dit kan komen doordat de baan niet vrij is bijvoorbeeld, of omdat tower een andere reden heeft om te denken dat je de landing niet veilig in kan zetten. Besef daarbij dat een opdracht tot go-around van ATC zelfs nog kan worden gegeven nadat je je landing clearance hebt gekregen. Dus die wordt dan in die zin weer ingetrokken. Een laatste reden die ik wil bespreken in deze video is de unstable approach. Op het moment dat je je approach namelijk doet, moet je op een bepaald moment zogenaamd stable zijn voor de landing. En dat wil zeggen dat je je landinggestel uit hebt, dat je je flaps in de juiste positie hebt, dus de landingpositie, bijvoorbeeld 3 of 4. Dat je de juiste snelheid vliegt voor die fase en dat je ook op de juiste hoogte zit. En dat is vaak te zien aan de puppy lights, dus too white en too red. Wanneer je precies stable moet zijn voor je approach, dat verschilt van airline tot airline. Maar hier in Flight Simulator hou ik altijd 4 nautische mijl aan. En dat wil zeggen 4 nautische mijl voor de threshold van de runway. Mocht je korter dan 4 nautische mijl van de runway threshold zijn en je bent niet stable, dus we zitten hoog, of je gaat te snel, je bent je landing gear vergeten, iets anders wat niet klopt voor die fase van de vlucht, dan kun je ook een go-around uitvoeren, zodat je de landing daarna opnieuw op een veilige manier kunt inzetten. Voordat we de procedure van de go-around kunnen bespreken, moeten we in NaviGraph even de chart bekijken voor de approach en dan ook even de go-around gegevens zien. Hier zie je NaviGraph en ik heb de chart erbij gepakt voor de ILS approach runway 06 op Rotterdam Airport. We vliegen hier op dit moment bij de hold bij Valco. Hoeven we voor nu even niet op te letten. Maar wat we straks gaan doen, we gaan na Valco uit de hold naar Omasa. En dan vervolgens naar Helho. Vervolgens draaien we naar links om de localizer te capturen. En dan vliegen we zo richting de baan. Onze platform altitude is 2000 voet, dus we zorgen dat we bij Helho hier dus op 2000 voet zitten. En dan verwachten we bij Romeo Delta 250 de glide slope op te vangen en dan gaan we met een 3 graden approach naar de baan toe. Nou, wat is verder belangrijk om te weten en om te bespreken van tevoren bij een missed approach of een go-around? Kijk altijd naar wat de go-around procedure precies inhoudt. Wat moet je doen als je je go-around hebt uitgevoerd? Waar vlieg je naartoe? Want je kunt je voorstellen, je hebt in sommige gevallen geen tijd om vectors te krijgen van tower bijvoorbeeld of van approach. Want dan moet je nog worden overgedragen, et cetera. Dus vaak is er een standaard missed approach procedure die je op een veilige manier kan uitvoeren zonder daarbij in aanraking te komen met andere vliegtuigen die bijvoorbeeld van andere banen opstijgen. Ja, dat zou in Rotterdam natuurlijk niet zo zijn omdat er maar één baan is. Maar kijk bijvoorbeeld naar Schiphol, daar kan dat wel heel erg van belang zijn. Daar zal ik zo nog een voorbeeld van laten zien.
Nou, in dit geval is het zo dat je bij de missed approach vlieg je gewoon de runway heading. En dat staat hier ook bij missed approach. Climb on track 056. Dat is de runway heading. Dat zie je hier ook. To Romeo Delta 212 to 2000 feet. Dus we klimmen naar 2000 voet en we vliegen naar Romeo Delta 212. En dat is dit punt hier. Inform ATC. At Romeo Delta 212, turn right en daarmee een maximum van 210 knopen. To Romeo Delta 213, dat is hier. Then proceed via Kakko to Dovmu. En vervolgens zal je waarschijnlijk de approach opnieuw in kunnen zetten. Dus dan maak je zeg maar een cirkel op deze manier. Wat ook kan voorkomen is dat ATC je nog even vraagt om een hold uit te voeren boven Kakko. Voordat je weer klaar bent om de approach in te zetten. Dus dat is goed om te bespreken. Goed om te onthouden is die 2000 voet, want die moeten we straks instellen op onze FCU. Dan is er nog één ander ding wat we nog niet besproken hadden, en dat was die minimums. Waar kun je dat precies zien? Nou, dat staat vaak onderin hier in deze tabel. En je moet altijd goed kijken naar wat voor type vliegtuig je bent. En daar gaat het om de categorie. Een Airbus A320 valt in de categorie Charlie. Je ziet hier Charlie, je ziet hier Delta bijvoorbeeld. Dus wat je doet, is je kijkt in dit geval bij Charlie, en dan zie je dat daar een hoogte staat van 195. En dat is hoogte boven zeeniveau. Die zetten we ook bij de approach gegevens. Zetten we die in de fly-by-wire, in de MCDU. Zodat we die aangekondigd krijgen tijdens de landing. Dan zegt hij op een gegeven moment minimums. En als hij dat roept, dan moet je op dat moment visual zijn met de baan. Dus je moet de baan dan in zicht hebben. Heb je dat niet, dan doe je een go-around. Zo simpel is het eigenlijk. Heb je een andere categorie, dan kijk je natuurlijk wat daarbij past. Dit geldt voor ILS overigens. Mocht het zo zijn dat de glideslope uitstaat, en dat kan heel veel verschillende redenen hebben, en dat je alleen gebruik maakt van de localizer, dan heb je een hogere minimum. Dat is eigenlijk in die zin strenger, omdat je dan de runway eerder moet zien. Je moet de runway eerder in zicht hebben. Dus in dit geval zou dat 470 zijn. Gelukkig komt dat in Flight Sim eigenlijk bijna niet voor en kun je eigenlijk bijna altijd gebruik maken van de ILS. Nou, wat we alvast gaan doen, we zitten nog steeds in de hold. We gaan naar de 3000 voet. En omdat dat onder de transition level is, gaan we alvast naar local QNH. En als het goed is, is dat 1021. En terwijl het vliegtuig afdaalt, bespreken we hoe we de go-around uit gaan voeren. Want wat moet je daarvoor doen? Nou, je kan een go-around eigenlijk op twee manieren uitvoeren. Eén is terwijl de autopilot nog aanstaat. En de andere manier is terwijl die uitstaat. En dan vlieg je dus manual. We gaan beide manieren even bespreken. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij de daadwerkelijke procedure van de go-around. Want wat moet je nou precies doen bij een go-around? Op het moment dat je alleen vliegt, dan bepaal je natuurlijk zelf dat je een go-around wil doen. Maar het kan zijn dat je met multiplayer vliegt, met shared cockpit bijvoorbeeld. En dan is het heel belangrijk om duidelijk te maken wat je gaat doen. Dus als je degene bent die vliegt, dan roep je go-around, zodat je co-piloot of je medepiloot weet dat je een go-around gaat uitvoeren. Dat is één. Twee, wat je gaat doen, is dat je de levers in toga plaatst. Dus dan zet je levers volledig naar voren, verder kan niet, in positie toga. En toga staat voor take-off en go-around. Dus daar is het in principe dus voor gemaakt. En wat er gebeurt, de motoren zullen vol gas geven om je maximale thrust te geven om zo snel mogelijk snelheid te maken en hoogte te winnen. Want zo'n go-around kan in principe elke hoogte ingezet worden. Dus het kan zomaar zijn dat je echt snel hoogte wil maken. Dus vandaar toga. Geen risico, we gaan naar toga. Vervolgens kun je twee dingen doen. Of eigenlijk is afhankelijk van wat je doet, is afhankelijk van twee dingen. Heb je je autopilot aan of niet? In welke fase van de vlucht zit je? We gaan ze zo alle twee nog even laten zien. Maar wat je moet weten is, mocht je manual vliegen, dan gaat je pitch naar 15 graden. Dat is één. Als je nog wel op autopilot zit, dat kan natuurlijk ook, dat je terwijl je nog op autopilot zit de go-around inzet, dan gaat de pitch automatisch omhoog. Dus dan hoef je daar zelf geen interventie met de sidestick op uit te voeren. Maar houd het wel natuurlijk in de gaten. Kijk of het ook echt daadwerkelijk gebeurt. Dat is heel belangrijk.
Vervolgens ga je direct daarna flap terugzetten en dan met één positie terug. Dus mocht het zo zijn dat je met een flap 4, dus flap full config, gaat landen, dan zet je hem terug in 3. Land je met een config 3, dus flap 3 bij landing, dan zet je hem terug naar 2. En dat doe je echt heel snel, kort achter elkaar. Daarna check je altijd de FMA, de Flight Mode Annunciator. En waarom dat belangrijk is, je moet altijd weten wat het vliegtuig precies gaat doen. Dus check wat hij met de snelheid gaat doen, wat hij gaat doen met de laterale navigatie en verticale navigatie. En wat gaat hij doen met de laterale navigatie. In de fly-by-wire is het zo dat de misapproach helaas nog niet geautomatiseerd is, omdat dat nog niet ingebouwd is. Dus zullen we uiteindelijk overgaan naar selected heading, maar daar komen we straks nog op terug. Nou, als je dat hebt gecheckt en je hebt vervolgens gecheckt dat je ook hoogte aan het maken bent, dus je hebt in die zin een positive climb, is het veilig om gear up te doen en stijgen we door naar onze go-around altitude. En dat is in dit geval van deze approach 2000 voet. Op een gegeven moment passeren wij de thrust reduction altitude. Dat is net als bij een take-off, is dat meestal 1500 voet boven het vliegveld. En op dat moment zetten we van de levers terug van toga naar climb. Dus een hele hoop stappen en ze gebeuren eigenlijk allemaal heel erg snel tegelijk. Dus nog even om het kort te herhalen. 1. Je roept toga, zodat iedereen in de cockpit weet dat... Je roept go around, zodat iedereen in de cockpit weet dat je een go around gaat uitvoeren. Je zet de lever in toga, helemaal naar voren. 2 is, je zet de pitch op 15 graden of de autopilot doet dat, afhankelijk van of de autopilot nog aanstond, ja of nee. Flap gaat 1 terug, van 4 naar 3 of van 3 naar 2, afhankelijk van wat er op dat moment is ingesteld. Je checkt de FMA modes, wat daar precies op staat en of dat klopt met wat je verwacht. Als je een positive rate hebt, dus je bent aan het stijgen, gear up. En vervolgens bij thrust reduction altitude ga je van toga terug naar de climb detent. En stijg je verder door naar je go-around altitude. Dus in dit geval 2000 voet. Dan is er nog een ander belangrijk iets om rekening mee te houden. Mocht het zo zijn dat je van tevoren al weet dat er een vergrote kans is op het uitvoeren van een go-around, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, omdat er bijvoorbeeld een storm aan de gang is en de kans daarbij is natuurlijk groter dat je uiteindelijk een go-around gaat uitvoeren, dan kun je ervoor kiezen om een flap 3 landing in te zetten, dus een config 3 landing. En waarom is dat bij een go-around nou beter? Dat heeft ermee te maken dat je climb performance, dus hoe snel je kunt stijgen met een flap 3, beter is dan met een flap 4. Dus mocht je daarvoor kiezen om een flap 3 landing te doen, dan ga je bij de approach phase, dan ga je hier naar performance, dan next phase, en dan voer je hier sowieso altijd alle gegevens in. Ook je minimum, die moeten we nog invoeren, zie ik. En dan zie je hier landing config. En nu staat die op full, maar we kunnen er ook voor kiezen om een config 3 landing te doen. En nu staat config 3 hier als ingestelde landing. De V-approach die zal daarbij iets hoger zijn. Dat is in veel gevallen geen probleem. Maar let er wel op dat je daarvan bewust bent. Als ik hem zo weer terugzet, dan zie je dat de V-approach echt wel lager ligt. 132 versus 143. Dus dat maakt wel een groot verschil. Mocht je een config 3 landing doen, dan is het ook belangrijk om de GPWS uit te zetten. En dat doe je hier zo, bij landing flap 3. Die zet je op deze manier aan, zodat je geen melding krijgt dat je nog niet in de juiste instelling staat voor de landing. Dus op die manier laat je het vliegtuig weten, ik ga landen met flap 3. Nou, we zijn nu klaar om de approach in te gaan zetten. Dus we gaan uit de hold. Daarvoor ga ik hier immediate exit aandrukken. En wat ik ook ga doen is, ik ga nog even de minimum bij de baro erin zetten. En dat was, zoals we net zagen op de chart, 195. Dus die tik ik hier in en die zet ik erin. 195. We zullen bij de 295 hoogte, dus 295 voet, zullen wij een eerste indicatie krijgen, een stem die zeg maar in de cockpit roept
100 above. En daarna op 195 zegt hij minimums. En dan weet je dat je op je minimum zit en dat je visual moet zijn met de baan. Dat zul je straks dus nog horen. We vliegen zo vanaf Falco naar Omasa en dan dalen we naar 2000 voet, dat is onze platform altitude, en dan zetten we de ILS approach in. Ja. En wat we voor de eerste vlucht of het eerste voorbeeld gaan doen is, we doen een go-around met autopilot aan. Nou, we staan op het punt om de localizer op te vangen, dus we gaan alvast de lock mode activeren. We zijn bijna op 2000 voet, platform alt. We zitten op 200 knopen, 11 mijl van de baan verwijderd, dus dat is een nette snelheid. En dan kijken we alvast of we de baan kunnen zien. Ja, die is in zicht. Die is daar, dus dat is mooi. En hier is Lockstar, dus we hebben de localizer gevonden. Daar gaat hij nu naar toe bewegen. En in de tussentijd doen we flap one. Omdat ze 10 mijl van de baan zitten, gaan we naar 190 knopen. We activeren de approach phase. Of approach knop eigenlijk, niet de approach phase. Die hadden we al geactiveerd. Want de glide slope komt eraan. En die moeten ze natuurlijk ook oppikken. We decelereren door. De-armed. Gear down. Lampjes aan. En cabin crew even laten weten dat ze moeten gaan zitten. Zo. Nou, tot nu toe mooi stable. We zitten op een mooie 160 knopen bij 6 nautische mijl. Dat is eigenlijk perfect. We decelereren nu naar 150. We doen nu flap 3. En dan kunnen we naar managed. Flap 4. En zo probeer ik altijd 4 mijl voor de baan mooi stable te zijn. Dus omdat we nu de glide slope hebben opgepikt, kunnen we de go-round altitude instellen. Dat is 2000 voet. Dus stel die in. Die staat nu eigenlijk al goed. Maar ja, vergeet dat niet om dat ook daadwerkelijk te doen. Oké, we gaan zo de go-round doen. Dus nogmaals herhalend. Wat gaan we doen? We roepen go-round. Dat is 1. Trust naar Toga. Pitch gaat in dit geval, omdat we autopilot aanlaten, automatisch naar boven toe. Vervolgens checken we de flight mode annunciators. Kort daarvoor nog natuurlijk flap eenmaal terug. En bij een positive rate, gear up. En dan gaan we uiteindelijk naar de thrust reduction altitude. Yes, dit is 1000 voet. Laten we op... Ja, laten we zeggen 400 voet de go-round inzetten. Niet dat je dat niet echt van tevoren weet, maar puur voor ja, de lering van, van deze video. Laten we het bij 400 doen. Ik zal daarvoor even dit doen, zodat je goed kan zien wat ik precies doe. 500. 500. En bij 400 gaan we Toga. 400. 400. Go round Toga. Flap eentje terug. Pitch gaat omhoog. Flight mode annunciator. Man Toga SRS go round track. Dat klopt. Met alt blue. Positive rate gear up. En dan zijn we nu op de thrust reduction altitude. We gaan terug naar climb. Die staat weer in climb mode. En we gaan naar 2000 voet. En vervolgens vliegen we precies af wat er van ons verwacht wordt hier op de chart. Dus wat je hier kunt zien, wat we net ook hebben uitgelegd, is je vliegt richting Romeo Delta 212. En dan gaan we zo het rondje af. En dan gaan we het opnieuw proberen.
Dus dit was de go-around op het moment dat de autopilot nog ingeschakeld is. Nou, we vliegen op dit moment de go-round procedure. En dan gaan we weer opnieuw proberen te landen. En dan gaan we de go-round nog een keer uitvoeren, maar dan zonder de autopilot aan. We naderen de glide slope op dit geval, in dit geval weer. Of de localizer moet ik zeggen. Dus ik zet een localizer weer aan. En dan gaan we voor een nieuwe approach. En dan gaan we nu dus de autopilot uitzetten. En dan een go-round uitvoeren. Wat ik in, bij dit voorbeeld ook wil doen is even bespreken wat je vervolgens in je go-around doet met je snelheid. Want dat is ook nog iets om wat aandacht aan te, besteden. Dus dat zal nu ook nog aan bod komen. Na 150. En wat we gaan doen is, ik ga bij 1000 voet autopilot eraf halen. En dan bij 600 voet ga ik de go-around initiëren. En dat doe ik dus zonder autopilot. 150 knopen, 5 mijl. Volgens het boekje gaan we naar Managed. Oh. Dan moeten we wel even de approach phase activeren. Dat was ik vergeten. Dat doen we nu. Managed. Flap 3. En flap 4. Nou, dan zie je dus nu al dat we niet stable zijn bij 4 mijl. Bijna wel. We zetten hem voor nu door, maar dit zou in principe al een reden kunnen zijn om de go-round in te zetten. Door dat kleine foutje, dus zo snel kan het gaan. Oké. Duizend voet. Go-round alt staat erin. Ik haal hem af van de autopilot. En bij 600 voet gaan we de go-round weer inzetten. ...600, go around, toga, pitch naar 15 graden, flap eentje terug, man, toga, SRS, go around track, dat klopt, positive climb, gear up. En dan gaan we nu naar lever climb. Oké. Wat we nu vervolgens gaan zien is dat, dat de snelheid weer omhoog gaat, want we gaan nu accelereren. Omdat we dat doen, gaan we nu weer flap terug naar 2. Dus hij is nu in 2 en nu weer terug naar 1. En omdat we S-speed nu gepasseerd zijn, mogen we ook weer terug naar flap 0. En dan gaan we naar green dot speed. Nou, vervolgens vliegen we nog steeds met de hand. We vliegen eigenlijk gewoon runway heading. Go around track staat hier nu met alt, want we zitten op 2000 voet en speed mode. Die SRS en speed mode hou je snel door elkaar, maar een SRS is speed reference system. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat de snelheid wordt bepaald aan de hand van de pitch. En dat gebeurt eigenlijk dus bij take-off en bij go around. Dus afhankelijk van de pitch, als we te snel gaan, dan gaat de pitch omhoog, zodat de snelheid weer iets langzaam, iets daalt, zeg maar. Dat is wat SRS kort gezegd eigenlijk is. Nou, we zitten dus nu weer mooi op green dot speed. We kunnen de go-around weer helemaal uitvoeren. Hopelijk dat we nu wel gaan landen. Tenminste, dat is wel de bedoeling uiteindelijk. Nou, autopilot gaat er weer op. En besef je ook dat... dat je van tower naar go-round weer wordt doorverwezen in principe. Een handoff krijgt naar departure. Dus de departure frequency. En die zou altijd kunnen afwijken ook met de vectors van wat er op de approach charts staat. Dus die kan zeggen, oké, ga nu dan die en die heading naar die en die hoogte. Dus dat kan altijd afwijken. Dus dat is goed om je nog wel even te beseffen. Ter illustratie wilde ik ook nog een ander voorbeeld laten zien van een go-around procedure.
Wat je hier ziet is een approach procedure voor runway 18 right, de polderbaan bij Schiphol. Die zie je hier zo, dus die zie je de localizer van de polderbaan. Hier is de baan zelf en hier zie je de go-round procedure, de missed approach procedure, hoe die er precies uitziet. En waarom is deze bijzonder? Dat zal ik zo uitleggen. Eerst even, ja, hoe voer je hem uit? Wat je doet, staat hier ook missed approach, turn right, met een maximum van 220 knopen. As soon as practicable, but not below 500 feet. Dus je stijgt in principe eerst naar 500 voet en dan pas zet je de bocht in naar Alpha Mike 624. Dat is dit punt hier. Dus bochtje naar rechts naar Alpha Mike 624. En do not overshoot de radial van 240 graden van de Sierra Papa Lima, de Schiphol VOR. En die VOR die is hier. En die radial die is hier. En waarom is dat een ding bij deze? Dat is bij deze heel erg belangrijk dat je die overshoot niet hebt. Want wat er vaak gebeurt is dat de polderbaan wordt gebruikt voor landingen. En dat de kaagbaan wordt gebruikt voor opstijgen. Tegelijkertijd. Dus je kunt je voorstellen dat als er een go-around hier gebeurt, terwijl tegelijkertijd ook hier een take-off bij de kaagbaan wordt uitgevoerd, dat die twee heel erg dicht bij elkaar kunnen komen. Dus vandaar dat deze specifieke approach op deze manier op de chart staat. Dus dit zijn dingen om echt rekening mee te houden, om ook echt je achterhoofd te weten van oké, die radial van die 240 graden, die mag ik niet overschrijden. Hoe je dat nou makkelijk kunt visualiseren op je scherm bijvoorbeeld, in je navigation display. Daar heb ik een video van gemaakt en die komt nu rechtsboven in beeld. Dan kun je eventueel ook kijken en dat is met behulp van de Fix Info pagina. Zeker een aanrader om ook te kijken. Hopelijk heeft deze video jullie een indruk gegeven van hoe je een go-round procedure uitvoert in de Fly-by-Wire 832 NX mod. Mocht je dit een nuttige video hebben gevonden, laat het zeker weten met een like. Vergeet ook niet te abonneren, zodat je geen toekomstige streams of video's gaat missen. Heb je nog suggesties voor nieuwe video's? Laat het vooral ook weten in de comments. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Tot ziens!